Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik open mijn vlog nu pas. Wij zijn namelijk op Schiphol. Hey, is echt lekker man. Ja? Zo. En wij zitten nu dus bij Jamie Oliver's Danger. Ik heb eigenlijk nog nooit gegeten, maar wij hebben dus zo'n groene smoothie besteld. Oh, dat is echt heel erg lekker. Mm. Niet verwacht, echt super lekker. Ik heb een broodje tonijn besteld. Deze heeft nog zo'n yoghurt met granola. En dan granola. Mm. En nog een tosti. Ik ga even rustig lunchen en dan gaan we naar onze lunchen? Gate. Ja, dat is echt wel een beetje lunch. 9 uur lopen. Oh. Ik zie je dan straks weer. Ik voel me nog niet helemaal optimaal. Dat klinkt denk ik ook nog niet zo heel erg lekker. Maar ik ga even rustig rijden, dan zie ik je straks. Kijk, zo ziet mijn broodje eruit. Het ziet er wel heel groot uit. Die ga ik nooit opkrijgen. Maar ik weet 100% zeker dat Nessie me gaat opeten. Ja. Hij wacht daar ook echt op, ben eerlijk. Dit ziet er ook wel. Wow, sorry. Nou. En hij was fucking 5 euro of zo. Ik heb alles verpest. Ik gewoon erin, Tim. Ik ben echt helemaal klaar mee. Ik wou hem weer pakken. Flikker de helft weer. Ik vind het echt niet leuk. Jongens, wij zijn aangekomen in Londen. Het was echt de kortste vlucht ever. We waren net aan het opstijgen, toen ging ik even liggen. Toen zeiden ze weer dat ik mijn gordel om moest doen, want we gingen weer landen. Dus het was echt, ja, heel snel gegaan. Ik heb trouwens mijn nieuwe bontjas aan. Echt heel erg chill, want het is hier echt fucking koud. Maar we hebben een ander probleem. Zoals jullie weten heeft Nessie dus deze vakantie geboekt voor ons. En we zijn nu op airport, maar we moeten dus 2 uur rijden naar Londen. Ja, niet overdrijven, wacht even. Ja. We hebben wel de verste airport, want je hebt zeg maar, de City Airport is 22 minuten van Londen. De Gatwick Airport is 30 minuten, maar wij zitten op 53 minuten. Ik weet ook niet waarom ik het echt aan Nessie overlaat om op vakantie te boeken. Het is al de tweede keer dat hij het doet. En de eerste keer kwamen we gewoon in de scarce hotel ever terecht. Toen dacht hij dat hij echt een goede deal had, maar... Zo, ik ben nu hier aan het wachten. En Nessie gaat even voor de opties kijken voor ons. Want met de taxi kost het £81. Dus zowat €100. Ik zie hier een treinstation. Maar ik weet wel dat Nessie een trein wil. Maar we kunnen ook met de Uber gaan. Dus hij is nu even aan het rondvragen. En ik ga nu even oordruppels in mijn oor doen. Aangezien ik niks meer hoor met mijn rechteroor. Ik heb deze altijd bij als ik aan het reizen ben. Want ik weet, ik kreeg hier ook nog slecht op. Ik ben echt een zeur geworden. Nou jongens, de taxi blijkt nog duurder te zijn dan we dachten. Het is £150. Dus... deze is nog verplicht om met de trein naar Londen te gaan. Vandaar pakken we gewoon een taxi. We zijn nu in de rij om een ticket te halen. En ik mag voor mensen deze jas niet meer aan. En dan zeg ik wel arrogant op met deze jas. Wat dan? In samenstelling met je gezichtsuitdrukking. Wij zijn nu aangekomen bij Liverpool. En we gaan nu even een Uber bestellen naar ons hotel. Voor het eerst. Het ziet er wel heel mooi uit hier. Kijk hoe mooi het station eruit ziet van buiten. De taxis hier zijn echt zo cute. Dit is echt schattig. Ik vind Engeland altijd heel erg schattig. We zitten nu in een Uber. En dit is onze eerste keer dat we in een Uber zitten. Ik hoop. We gaan even naar ons hotel. En dan gaan we onszelf even een beetje opfrissen. En onze koffers achterlaten. Ga je die kleren gewoon aanhouden? Nee, ik ga iets anders aan doen. Echt? Ja. Nu al? Tuurlijk. Wij zijn inmiddels in een hotelkamer. Het is echt gewoon een heel simpele hotelkamer. Maar wel lekker schoon en daar ben ik heel erg blij om. Het is gewoon echt een hotelkamer voor een citytrip. Eigenlijk echt super ideaal.
Ik ga me snel klaarmaken terwijl Nessim hier ligt te slapen. Jongens, Nessim is wakker. Hello, homie. Hoi. We zijn gelijk vrolijker nu, hè? Nu we een beetje uitgerust zijn. Oh, ik heb geslapen, Mimi. Ik had het zo erg nodig. Goed zo, schat. Nee. Oké, er is wel één grote nadeel aan deze hotel, hè? Wil jij het vertellen? Dat jij hebt het geboekt. Eén nadeel. Eén nadeel. Er is hier geen lift. Hoi, mei. Normaal. Kijk daar. Nee. Hoi. Leuk, hè? Eigenlijk heb ik het wel koud, hè? Kom eens naar andere plek. Ik heb zoveel honger. Oké, jongens, ik heb het nog niet verteld, maar we hebben eigenlijk niet echt een planning hier in Londen. Oh. We zijn hier allebei al een keer geweest, maar niet met elkaar. Net is hier eens een keer geweest voor werk. Hij moest toen. Hoe heet hij nou ook weer? Jonas Hamilton. Hij moest hem eens interviewen hier. Hammers? Ik weet het niet. Hem, zei ik. Ja, dat je die naam ging herhalen. Nee, en ik ben hier wel eens gekomen met familie. Dus we zijn allebei wel eens in Londen geweest, maar niet samen. Blijf op me af! Ik laat je even mijn outfit zien. Ik heb mijn nieuwe vestje aan van de Zara. Met mijn trekkingbroek, ook van de Zara en mijn Puma schoenen. Oh, ik vind het echt zo'n gave outfit. Echt, love it. Ik ga nu even snel mijn haar fixen. Wij staan inmiddels weer in de Uber. En wij gaan nu richting Big Ben. Ik zit tegen Nessa, waar wil je nu naartoe gaan? Zegt hij, ja, ik wil naar Big Ben. Het is wel lekker centraal gelegen. Ik wil daarna meteen even eten. Is dat zo? Ja. Ik heb echt honger, man. Kan ik me nog herinneren? Kijk hoe mooi die huizen zijn. Dat ziet er echt fucking vet uit. Ik heb dit echt de mooiste foto ever van meegenomen. Laat mijn haar zitten. Oh, sorry. Dankjewel voor mijn foto's. Vind je mijn foto's die ik van jou heb gemaakt ook mooi? Nee. In de auto net? Ja, ik heb deels wel. Waarom plaats je dan niet van mij op je Instagram? Nog niet. Je hebt het al geplaatst, ik zie het toch. Ik, deze gozer kan echt niet rijden, man. Nee, ik ga hem een 1 geven. Nee, grapje. Even kijken. Nes. Kijk, hij heeft gewoon mijn foto geplaatst. Maar toch zeiken dat hij vindt dat ik geen mooie foto's neem. Nou, sorry, dat is toch gewoon een mooie foto? Sorry, ik hou normaal gesproken echt niet van onbeschoft gedrag, maar... Het ruikt hier echt fris. Weet ik me afvragen? Als zeg maar die Big Ben zo big is. Big. Waarom zien we hem dan nog niet? Omdat hij echt in de stad is volgens mij. Dat kan ik mij nog herinneren. Ik had wel verwacht zeg maar dat hij zeg maar echt een soort van zou uitsteken. Ja, ergens. Het is geen Eiffeltoren, hè? Niet? Nee joh. Hm. Nou jongens, we zijn net uitgestapt. En kijk hoe schattig. Hier heb je niet de rode telefooncellen. En ik wil hier heel graag een foto. Echt cute. Oh, daar heb je er nog één, Dennis. Ja, alleen hier is het mooier met het gebouw op de achtergrond. Ja, is zo. Jongens, het is toch niet te geloven. Kijk één keer wanneer de Big Ben helemaal klaar is en te renoveren. Oh jongens, het ziet er zo cute uit hier. Ik ben echt gewoon aan het genieten van Londen. Vind je Londen mooi, Nes? My fucking hands are cool. Jij vindt het accent leuk, hè? Maar de dingen die er in je DM staan, die zijn daar toch helemaal niet veilig. Ik zei, oh, na, 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 na. Ik weet niet van hem, maar weet wel van haar. Telefoon zonder melding aan. Daarom sprak ze zo heilig. Ik zei, oh, na, 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 na. Nu bij Shake Shack. Wacht op onze bestelling. Het is echt super lekker warm. We zagen eerst mensen allemaal buiten zitten. Toen dachten we, ze gaan toch allemaal buiten lopen eten. Maar je had dus een klein plekje binnen waar je dus ook gewoon kon eten. Het is echt super klein hoor. Kijk. Dit is het gewoon. Maar wel lekker warm. Ik had het net met Nessie over van. Ja, Londen is echt zo dichtbij. Je bent er binnen een uur vliegen al. Gezellig. Je hebt hier heel veel te doen. Gewoon even een andere sfeer. Als je even iets anders wilt, gewoon even weg van iedereen, weet ik veel. Kan je gewoon lekker naar Londen vliegen. Het is niet bepaald goedkoop hoor. Nee, het is wel duur. Dat ja. Ik bedoel,
Laten we zeggen dat voor het geld dat je hier allemaal uitgeeft, dat ik net als ik ben naar Dubai kan. Ja, dat is wel zo trouwens, want zelfs die Shake Shack is duurder dan in Dubai. Dat vind ik zo raar. Ja. Maar ja, pound is natuurlijk ook sterker dan euro. Jongens, het ziet er zo goed uit. Oh mijn god. Het laatste wat jullie van ons hebben gezien is denk ik dat wij ergens aan het lopen waren. Daarna hadden wij dus Uber genomen. Zijn we net tot wel gekomen en toen ben ik echt diep in slaap gevallen. Het is nu inmiddels zo 10 uur of zo 's avonds. Waar gaan we nou naartoe? We are going to the crepe factory. Crepe, crepe. Oh, crepe, crepe, crepe. Wij wouden een koekje eten. Maros. Maar toen zijn we dit tegengekomen. Het is dus een Libanees restaurant. En het is ook zeg maar de... Het is ook de Libanees restaurant die ik toevallig had opgezocht op Google. Alle Turken onder ons. Hier staat hoe je echt lamajou moet schrijven. Turkse bajin. Libanees pizza. Turkisch. Jongens, onze bestelling is binnen. Dat is toch niet normaal. Ik heb kapi, tabula en deze bloemen ziet er zo fantastisch uit. Nesim heeft falafel en we hebben nog Libanese brood erbij gekregen. Jongens, dit zijn dus de echte falafels. Hoe ze er eigenlijk moeten uitzien. Die van ons zijn zo nep in Nederland, maar zo maakt mijn moeder ze ook altijd. Dat is wel echt nep, man. Lekker, Nes? Oh, wij zijn net in de hotelkamer. We hebben echt een superleuke avond gehad. We zijn daarna nog naar een shisha tent geweest. Het was echt super gezellig. Ik ben moe. Ik vond het echt leuk. Ik vind het ook gezellig. Maar ik ben nu echt heel erg moe, want we zijn weer met de trap omhoog gelopen. En ik ga nu mezelf omkleden. En ik ga gewoon lekker lang slapen. En ik zie jullie morgen weer. Doei doeg.